Dit het nou menswaardigheid in my gebring, teruggebring. Eerste het ons net van die man af, afhankelijk van die man. Maar toe die bek gekom het, het ek nou dit het getens, vir my getens. As ek nou my kleren maak en my goeders maak, dan verkoop ek. Dan voel ek ook alright, dan het ek ook iets vir die huis gebring. Goedenavond, welkom bij Panorama. Vergeet alles wat u dacht en denkt over arbeid en inkomen. Wij vegen vanavond het bord schoon en zetten er een ander idee op. Het basisinkomen voor iedereen. Wat als, en dat is nu eens niet om te lachen, wat als iedereen in ons land vanaf 18 jaar maandelijks 1500 euro zou krijgen van de overheid? Wie meer wil, kan bovenop dat basisinkomen nog werken. Wie genoeg heeft aan die 1500 euro, kan andere leuke dingen doen. We schrappen wel alle andere uitkeringen, zoals leeflonen, pensioenen, werkloosheidsvergoedingen enzovoort. Gewoon iedereen 1500 euro per maand. Onvoorwaardelijk en tot het einde van uw dagen. Waanzin, hoor ik u al denken. Wel, dan moet u zeker blijven kijken, want dan zal u zien dat de Zwitsers een referendum gaan houden over dat basisinkomen en dat het in de praktijk al bestaat, onder meer in een dorp in Namibië. De reportage is van Alina Kneepkes en Joseph de Villet. Ons land staat stil. We breken wereldrecords als het op files aankomt. 1 op de 10 van de Belgische werknemers zit thuis met een burn-out en geen enkel land gaat België voor in het slikken van antidepressiva en slaappillen. We werken ons kapot. Maar regering na regering wordt er van ons een inspanning gevraagd, want we moeten nog harder werken en de overheid moet besparen. De regering wil in ieder geval haar begrotingsobjectief bereiken. Dit zullen eerder maatregelen zijn in het kader van herschikking binnen de begroting. En nu moeten we ten eerste besparen. Er is geen geld bij Vlaanderen, er is geen geld bij de federale overheid. De inspanning is al zwaar en ze gaat nog zwaarder worden. Dat is ook de keuze die we maken. Het gevoel leeft dat velen niet meer mee kunnen. En dat ook de middenklasse stilaan uitgeperst wordt. L'inquiétude est profonde au niveau de l'ensemble des travailleurs en Belgique. Vaak horen we zeggen dat er geen alternatief is. We kunnen niet anders dan besparen. But it turns out that one big idea for changing how the government provides financial assistance may have appeal to some on the left and the right. It is a minimum level of government payments known as guaranteed basic income. What would the world be like if everyone had the right to earn an income, even if they couldn't find employment? Today, a utopia where everyone gets paid. Switzerland may scrap its anti-poverty programs and replace them with an unconditional basic income. Een onvoorwaardelijk basisinkomen, wat is dat? Precies wat het woord zegt. Dat iedereen vanaf 18 jaar, ongeacht geslacht of huidig inkomen, van de overheid een basisinkomen krijgt. Onvoorwaardelijk. Of je nu een job hebt, studeert of thuis blijft om voor de kinderen te zorgen, iedereen krijgt hetzelfde om in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien. Je mag naast je basisinkomen nog zoveel werken en verdienen als je zelf wil. In België werken al sinds de jaren 80 verschillende mensen rond het basisinkomen. Zo maakte Philip van Parijs destijds een werkgroep met onder andere Guy Standing en Roland Duchatelet. Duchatelet kennen we nog van Vivant, maar vooral nu als eigenaar van enkele voetbalploegen. Francine Mestrum is een van de zeldzame maar zeer uitgesproken tegenstanders. Psychiater Dirk de Wachter en Sarah van Lieveringen van de Piratenpartij zien de voordelen op het welzijn van mensen. Wij zien hoe heel veel mensen vastzitten in de rat race van meer werken, harder werken, langer werken, zodat we meer kunnen consumeren en zodat onze economie kan groeien. Maar wij voelen, en heel veel mensen voelen, dat dat model frustreert ons, dat put ons uit en dat maakt ons emotioneel leeg. Veel mensen kan het werk niet aan. Vindt het te zwaar. Komt bij mij en zegt van dokter, help mij. Ik kan niet meer. En helpen als dokter betekent werkonbekwaamheid schrijven.
De laatste 10 jaar is het aantal mensen dat dus langdurig werken bekwaam wordt, is met 50% toegenomen. We moeten daar heel fundamenteel gaan over nadenken. En het basisinkomen is één van die heel fundamentele dingen die daar mede aanzet kan toegeven. The time for a basic income is now. And the reason is that with globalization that took off in the 1980s, what has actually been happening is the world's labor supply, the number of people exposed to a global labor market, has quadrupled. So what has been happening in the last 30 years is downward pressure on our real wages. De Britse econoom Guy Standing heeft het grootste experiment ooit met een basisinkomen geleid. In India ontvingen 20.000 mensen 2 jaar lang een echt basisinkomen. Over die verbluffende resultaten gaat hij overal ter wereld spreken. Onlangs was hij nog te gast in Brussel op uitnodiging van de voormalige EU-commissaris van Werk en Sociale Zaken, Laszlo Andor. Thank you very much. The worst thing would be to go back to the old norm. Professor Standing komt uit de hoek van de International Labour Organization. Nu vertelt hij in zijn boeken over de groeiende onderklasse in onze samenleving en wat hij met zijn neologisme het precariaat noemt. The precariat consists of millions and millions of people exposed to insecure labor without knowing where they're going. They don't have no sense of occupational career. Het is een trend waar we in zitten sinds de jaren 80, sinds Thatcher en Reagan. En na 30 jaar greed is good, is nu wel tijd voor iets anders. En deze uncertainty is extremely stressful. So people in the precariat are living mostly on the edge of unsustainable debt. One accident and they're out in the streets. We zijn nu 2 of 3 keer volgens de landen rijker per capita dan in de golden 60s. En we zitten hier nog altijd met een enorme werkloosheid, mensen die angstig zijn voor hun job. En we zijn 2 tot 3 keer rijker. Zijn we niet helemaal dwaas aan het functioneren? Armoede los je op met inkomen. Dus je moet arme mensen een uitkering geven die hoog genoeg is. Wat vandaag niet gebeurt, en daar hebben de voorstanders van het basisinkomen volledig gelijk. Arme mensen hebben een inkomen nodig waarmee ze waardig kunnen leven. Om met eigen ogen te zien wat een basisinkomen met mensen in armoede doet, reisden we naar Namibië. Een land van grote contrasten. De gigantische opbrengsten van de diamantexport staan er in schril contrast met de gevaarlijke situatie waar mensen in armoede leven. Otjivero is een arme nederzetting in de woestijn met mensen die werkelijk niets hadden. U was poor hier in Omitera. Very poor, but when they become here, we get something to eat and sleep. Otjivero werd in 2009 uitgekozen voor een experiment waarbij haar 930 inwoners elke maand 100 Namibische dollar of zo'n 7 euro per persoon kregen. Onvoorwaardelijk. Mensen hadden de vrijheid over wat ze zelf met dat geld zouden doen. It was mostly plastic and carton boxhouses in which people lived. And the grant proved that after 6 months, a year of its implementation, that you could see how the face of Otjivero changed. De Namibische Raad van Kerken, enkele vakbonden en NGO's zorgen voor de fondsen van dit uitzonderlijk project. Priester Wilfred Diergaard en bisschop Soufania Kamita kozen Otjivero uit als ideale nederzetting voor het experiment. Dit stukje niemandsland in de woestijn wordt bevolkt door verschillende etnische groepen.
Wetenschappers Claudia en Dirk Haarman hebben grondig onderzoek ter plaatse gevoerd en in samenwerking met de Universiteit van Kaapstad de resultaten geanalyseerd. When we started with the pilot project, we thought that $100 Namibian is not a lot of money. It will just make a difference in terms of food security and it will just help people to cope with their daily lives in poverty. But we were actually very surprised by the results. Malnutrition went down from 42% in the village down to 10%. People had enough food to eat. But the amazing thing is that people really started to become active and took their lives into their own hands. And that actually there was a real empowerment process within the village. It's my job. I get money from here. Koopkracht heet dat. Van zodra je mensen geld geeft, kunnen ze het ook spenderen. The biggest success business that I've seen there was the establishment of a bakery from the proceeds of this grant. My name is Frida. That bakery have reached now the level of self-sustainability. If you give a person money, person coming lazy, how? Like me, I'm not coming lazy. I'm coming, have hope, and then no, I'm stay busy every day and do something. If you give a person money, she can self decide what I can do. Our government only decided I give anyone only a maize meal. Some people are not eating porridge. How do you know that everybody likes maize meal? It's not good for everyone. So you give the money and they decide what they want to buy. And that is the way an adult learns about life. It is an adult policy rather than a paternalistic policy. Maar waarom hebben we een basisinkomen nodig in België als we al zo'n uitgebreid uitkeringssysteem hebben? Wel, alleen als je de koning bent, krijg je zomaar geld. Onvoorwaardelijk. België heeft inderdaad een prima sociaal vangnet, maar het is ook vreselijk complex. Als men partieel gaat werken, wat soms wel kan, dan heeft men minder inkomen dan zijn ziekteuitkering. Dus daar wordt men voor gestraft. Dat is bijzonder contraproductief. Dat maakt u afhankelijk. Dat neemt ook complete motivatie om met een laagbetaalde job verdiende minder dan dat je een uitkering zou krijgen. En dus wat een van de argumenten voor een basisinkomen in de Belgische of in de Europese context is dat het huidige systeem een soort armoedeval, een werkloosheidsval creëert door het feit dat de uitkeringen voorwaardelijk zijn. Dus wij hebben het zover gebracht dat we mensen betalen om te controleren of anderen niet werken. Dat is gewoon redelijk krankzinnig. En voor een basic income grant, you don't need a huge administration. Nu kost het herverdelen van geld heel veel geld aan mensen die eigenlijk nutteloos daarmee bezig zijn of die in ieder geval niet vervangbaar zijn. Dus men kan die herverdeling veel efficiënter maken door gewoon een basisinkomen te geven aan iedereen. And the people themselves, they do not need to cheat. There is no way also how you can cheat. Als niemand nog kan frauderen om een basisinkomen te krijgen, dan hoeft niemand nog gecontroleerd te worden. Een van de voornaamste onderdelen in ons uitkeringssysteem wordt zo overbodig. Wie was er nog op zoek naar plaatsen om te besparen? Basisinkomen is an idea that refuses to die. Het begon al met Thomas Paine in 1795. Maar ook in 1848 in Brussel schreef de Belgische liberaal Joseph Charlier erover in dit huis. Zijn voorstel is een voorstel voor een echt onvoorwaardelijk basisinkomen. Bescheiden, maar echt onvoorwaardelijk. N'oublions pas que l'homme dont les besoins matériels sont assurés, seul est indépendant. Dans l'état actuel,
L'homme qui est dans la dépendance d'autrui pour ses besoins absolus est un esclave. Comme si nog een laatste passage die ook de ambitie goed uitdrukt. C'est la solution que je donne de la question sociale est aussi simple dans son application qu'immense dans ses résultats. Dat een simpel idee immense gevolgen kan hebben, bewijst ook dit Belgisch fenomeen. Nee, dank u. Grapje. Grazie. Ah ja, met 2000 euro per maand ben je gerust voor de rest van je leven. Win for life, je mag gerust zijn. Ik heb dat lotje dan gekrapt in 2010. En eigenlijk, dat drong nog altijd niet op mij door, maar totdat zij dan dat lotje effectief in de machine steekt bij haar en dat muziekje gaat af, dat je zoiets hebt van, ja oké, het is echt wel echt. En dan zei ze van, oh, je hebt chance, want het wordt altijd de eerste van de maand uitbetaald. Dus vanaf overmorgen staat er elke maand 2000 euro op je rekening voor de rest van je leven. We noemen onze winnares Anja. Ze is bezorgd over het stigma dat ze zou gaan luieren voor de rest van haar leven. Eigenlijk werk ik meer dan wat ik vroeger werkte, sinds ik de Win for Life heb. Maar ook omdat ik het ook wel graag doe. Wat ik zelfstandige doe, dat voelt voor mij ook niet aan als werken, omdat ik het zo graag doe. Maar als ik die Win for Life niet had gehad, dan had ik nooit die kans gehad om iets te doen dat ik graag doe. Ja, schitterend gewoon, hè? Die vrouw doet haar goesting, die is vrij. En dat is eigenlijk heel het punt. Een basisinkomen is een vrijheidsinkomen. Maar dat hebben de mensen nog niet door. En eigenlijk, als je ziet, het collectieve geluk dat verspild wordt door het feit dat men weigert daar serieus over na te denken, dat is gigantisch. En nu die fulltime job, voor mij er is ook zo geen druk meer op de ketel zoals vroeger. En dat is bij veel mensen, denk ik, zo van, ik moet die job hier houden, want dat is alles wat ik heb en dat is een houvast. En bij mij is dat eigenlijk, ja, als ik die job verlies, dat is geen ramp. Wat ik als ondernemer ook heb vastgesteld, dat is dat mensen die graag dingen doen, die doen dat ook heel goed. En die zijn ook productiever dan mensen die tegen hun zin aan het werken zijn. Dat is echt de functie van dat onvoorwaardelijk inkomen in termen van de impact op het humaan kapitaal van de mensen. Ik zou nooit mijn eigen zaak gestart zijn als ik die Win for Life niet had gehad. Uit angst om te falen of om in een faillissement terecht te komen. Anja had voor het winnen van haar Win for Life ook meer zorgen. Allee, zeg, nu is mijn haardroger kapot. Bijvoorbeeld over de veiligheid van het bouwvallige huis waar ze woonde. En ze kon ook niet rekenen op financiële hulp van thuis voor het kopen van een degelijke woning. Ik had ook nooit kunnen dromen dat we in zo'n mooi huis zouden kunnen wonen. Maar dat was dan geen probleem, want de bank zag ons ineens graag met een extra inkomen van 2000 euro. Dus in het geval van Win for Life is het for life. Maar het groot probleem daar is dat er een enorm verschil is tussen 10 mensen of 100 mensen of 1000 mensen op 11 miljoen. Maar wat gebeurt er in het hoofd van die 11 miljoen Belgen wanneer wij lukraak enkele mensen de kans op een onvoorwaardelijk inkomen van 2000 euro aanbieden? Zouden zij stoppen met werken? 2000 is een aardig bedrag, hè. Ik zou niet direct, denk ik, minder gaan werken. Mijn echtgenote misschien wel. Misschien een keer meer op vakantie. Ja, een korte vakantie, zo, ja. Het leven wel een beetje aangenamer en gemakkelijker maken. Misschien een verbouwing thuis nog. Ik zou wel sparen. Ik zou het niet meteen zo opdoen aan fancy dingen en zo. For the rest of life we will not work for somebody else. I open a shop, something like this, and then I stop work. So anything, shop or restaurant or anything. Jawel, dan zou ik in mijn vlak op dat ik zou gebruiken voor goede doelen. Kleinschalige projectjes van mensen die ook eens een keer iets willen doen. Of de minder bedeelden. Wees kindertjes. Ja, maar kun je ook verder komen passen mee. Mag ik nu krabben? De reacties hier bevestigen toch wel de verwachtingen van het maatschappelijk effect van een basisinkomen. Het doet nadenken over vrije tijd, het maakt zelfstandiger en niemand denkt aan luieren. Helaas. Jammer. Maar wat denken zij over de invoering van een inkomen door de overheid voor elke Belg?
Dat zou natuurlijk geen slecht idee zijn, maar ik denk niet dat dat haalbaar gaat zijn. Dat haalbaar is dat niet, maar... Ik ben nogal gevoelig aan vrijheid. Ik vind dat een fantastisch systeem, als dat voor iedereen is. En als iedereen daarnaast kan beslissen wat ze doen, onmiddellijk. Ik teken nu. Ja, als iedereen het goed heeft, is er ook geen miserie. Hè? Waar gaan ze ten eerste die centen allemaal halen, denk ik dan? Zeg maar, niet te lang moeten krabben, want ik moet zelfs nog een waarschijnlijk patatjes kopen. Als er één land is waar genoeg centen zijn voor een basisinkomen, dan is het wel Zwitserland. De burgers van het land van de banken gaan in 2016 stemmen over een basisinkomen voor elke Zwitser. Een groep van enkele kunstenaars noemt zichzelf Generation Basic Income. Zij haalde meer dan 100.000 handtekeningen op en verplichtte haar overheid tot een referendum via het Zwitserse systeem van directe democratie. Indien daar met een ja gestemd wordt, dan zal de Zwitserse overheid grondwettelijk verplicht zijn het systeem hoe dan ook te implementeren. Daarmee staat Zwitserland internationaal het verst op het vlak van de mogelijkheid van een utopie. Daniel Heni is ondernemer en de man achter Unternehmen Mitte in Basel, een grote koffiebar in een voormalig bankgebouw waar iedereen welkom is zonder iets te moeten consumeren. Dit is een volksabstimmung, dat is een politische voorgang, maar daarbij komt ja ook een product heraus. Nämlich, dass Menschen sich Fragen stellen. Und wenn Menschen sich Fragen stellen, dann denken sie. Und wenn sie denken, dann entsteht Bewusstsein. Und in dem Kontext haben wir auch diese Geldausschüttung gemacht in Bern. Und bedingungsloses Grundeinkommen ist ja eine Idee, die in eine Situation kommt, wo alles da ist, in Hülle und Fülle. Dit zijn wel degelijk 8 miljoen echte Zwitserse muntjes. Met deze stunt trok Generation Basic Income internationaal de aandacht. En dan stond men voor deze geldhaufen en moest zich vragen, ja, wat fehlt eigenlijk, wenn alles da is? De Zwitsers mogen dan zogezegd neutraal zijn. Enno Schmidt is heel duidelijk. Een basisinkomen is zelfs in een rijk land als Zwitserland mogelijk en noodzakelijk. Ob jetzt bei der Abstimmung die Mehrheit ja oder die Mehrheit ja, nein sagt, das ist uns natürlich sehr wichtig. Natürlich wollen wir gewinnen. Aber um zu verstehen, was Demokratie ist, muss man sagen, auch wenn die Mehrheit das Grundeinkommen jetzt ablehnt, dann ist es nichts anderes, als dass sich zeigt, wo es steht. Und das ist gut. Enno & Co. haben noch einen langen Weg zu gehen mit ihrer Kampagne. Want der Mann in der Straat, die zweifelt noch. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin wirklich unentschieden momentan. Ich muss sehen, das ist eine Abwägung. Ich habe mir zu wenig Gedanken darüber gemacht bis jetzt, dass ich sagen kann, okay, es ist so gut oder es ist eher in die Richtung gut. Also ich bin wirklich unentschieden. Und wenn das im Zusammenhang mit der Grundeinkommen quasi die Diskussion auf was willst du wirklich machen, oder? Ich würde wirklich mal mir die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, ob das, was ich mache, wirklich das ist, was meinen eigenen Werten entspricht. Grundeinkommen ist eine Entwicklung. Realistisch betrachtet ist das, was wir jetzt machen, ein Teil dieser Geschichte. Es ist nötig, dass sehr viele Menschen sich mit dem Grundeinkommen auseinandersetzen. Und das entwickelt schon die Kräfte, die du auch brauchst fürs Grundeinkommen. Das kannst du sehen, wenn du das Grundeinkommen denkst. Viele Menschen haben nicht die Kraft, selber zu denken. Sie fallen immer auf den Rücken des einen Argument dagegen fertig aus. Das muss entwickelt werden. Also Selbstständigkeit muss entwickelt werden. Andere Kräfte müssen entwickelt werden, die sich nicht immer abstützen müssen. Und da bist du schon beim Leben mit dem Grundeinkommen. Goed, beste Zwitsers, zo uitzonderlijk zijn jullie nu ook weer niet. Ook in Europa kunnen burgers een initiatief indienen. Het Europees Burgerinitiatief is een initiatief van de Europese Commissie. Christina Lambrecht van de Belgische Beweging rond Basisinkomen legt uit hoe dat werkt. Wij hebben dus een tekst uitgeschreven rond het basisinkomen. We hebben dat voorgelegd aan de Commissie en zij hebben gezegd, oké, jullie mogen ervoor gaan. First of all, we have to surpass a minimum threshold of 7 countries minimum. 15 countries have already joined the campaign,
and are getting ready to collect signatures. Dus in België moesten we 16.500 handtekeningen halen. We hebben er 19.500 gehaald. Toen ik in het ministerie toekwam, hebben ze mij gezegd, heel vriendelijk, dat wel. Beste mevrouw, wij kunnen daar niks mee doen. Op dit ogenblik zit iedereen een beetje in de verkiezingssfeer. En de huidige minister van Binnenlandse Zaken, ik zal haar naam niet vernoemen, want dat is misschien niet heel vriendelijk, die gaat dat gewoon in een schuif leggen en daar wordt niet meer naar gekeken. Ik heb dus thuis bij mij 19.500 handtekeningen van al die Belgen uit Noord en Zuid die ons initiatief gesteund hebben en die eigenlijk niet erkend geweest zijn om te zeggen, kijk, wij willen dat idee, wij willen dat de Europese Commissie dat op tafel legt. Goed, terug naar Zwitserland dan maar. Toevallig het land dat geen lid is van de EU en waar een nationaal burgerinitiatief wel bindend is. Thomas is biologische landbouwer in het wonderlijk mooie gebergte van Lower Engadin. Kannst du dir vorstellen, was passieren würde, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe? Was ist so deine Haltung dazu? Ich hätte gewisse Freiheiten genossen, die ich jetzt halt nicht habe. Das sind auch Auflagen eben mit diesem sozusagen Grundeinkommen. Aber ich wäre trotzdem hier und ich denke, es würde noch schöner ausschauen. Was zum Beispiel? Ich finde, dass die einzige Chance für unser gestörtes Verhältnis mit oder Verhältnis, unser gestörtes Finanzsystem, es ist wirklich ein soziales Problem, das einer Lösung bedarf. Und ich denke, im Moment ist nichts Besseres in Sicht als ein bedingungsloses Einkommen. In Zwitserland is het idee aan het rijpen. Maar hoe zit dat bij ons? Wij willen wel dromen over een betere toekomst, maar ons dagelijks doen en laten wordt nog beheerst door vastgeroeste ideeën. Het concept van een werkweek, dat is een voorbijgestreefd concept. Het concept van pensioen op een bepaalde leeftijd is eigenlijk ook een voorbijgestreefd concept. En dan zijn er nog de robots. Die worden alleen maar beter in hun werk en ze krijgen geen burn-out. Robots nemen nu al een groot deel van ons werk over en dat zal in de toekomst nog met 47% stijgen. Wij kunnen ons eigenlijk permitteren van aan iedereen geld uit te delen. En degenen die willen werken, werken en die krijgen dan wat meer geld. En degenen die niet willen werken, die werken niet en die doen wat ze wel willen doen. De maatschappij is rijk genoeg in principe om dat te doen. Met een basisinkomen krijgt echt iedereen voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid de keuze over welk soort werk we willen doen. Eindelijk de flexibele arbeidsmarkt die men zo graag wil. Also wenn man schon sagt Arbeitsmarkt, was ja sowieso eigentlich ein Unwort ist, weil Menschen sind keine Ware. Aber wenn man sagt Arbeitsmarkt, dann macht das Grundeinkommen endlich einen Arbeitsmarkt. Denn ein Markt besteht daraus, dass jeder Ja oder Nein sagen kann, also auch Nein sagen. Met een basisinkomen voor iedereen ga je natuurlijk radicaal in tegen het heersende status quo. Vrijheid moet primeren, dus degenen die veel willen werken mogen dat en degenen die niet willen werken mogen dat ook. Power to the people. Wie zou daar iets op tegen kunnen hebben? So if people have a choice, they are empowered to make their own decisions. They are empowered to become responsible democratic citizens. And this is not always in business interests or not everybody politicians' interests. Het basisinkomen zal werknemers de mogelijkheid geven om nee te zeggen tegen onaantrekkelijke jobs. Op een recent debat over basisinkomen gaat het ook heel snel over dit aspect. Een basisinkomen is een vloer waarop een sokkel waarop men kan staan, zijn leven bouwen, geen net waarin men dan gevangen kan blijven. Wel, wanneer men er een beetje over nadenkt, blijkt er iets te zijn dat niet alleen rechtvaardig is, maar ook beter voor onze economie en voor de gezondheid van onze maatschappij. Wat ik daarnet al gezegd heb, waar we denk ik volledig over eens zijn, onze arbeidsmarkt is grondig aan het veranderen. Maar daar een basisinkomen voor invoeren, dat slaat nergens op.
Francine Mestrum blijft zich verzetten tegen het basisinkomen uit bezorgdheid voor de liberale gedachte erachter en de mogelijke afbraak van onze huidige sociale bescherming. Er staan duizenden mensen te wachten die eender welk werk aannemen. Dus er is geen schijn van kans dat werkgevers zullen zeggen: wij betalen u nog evenveel. Oh, u wil dat werk niet doen. Ik zal u wat meer betalen. Die kans is nihil, nul. Maar wat kan er dan wel? Wat kan er dan wel gebeuren? Waar mijn organisatie aan werkt en wat wij proberen te verdedigen, is een hervorming van ons sociale beschermingssysteem. Wij hebben 100 jaar lang gewerkt aan een systeem van sociale bescherming met rechten. En nogmaals, dat systeem werkt op dit ogenblik onvoldoende goed. Het betekent dat we dat moeten verbeteren. Maar we mogen dat niet overboord gooien. Dat recht hebben we niet. Ik denk niet dat het nut heeft van aan de knopjes te zitten draaien en kindergeld een beetje omhoog voor het eerste en een beetje omlaag voor het tweede en dan weer. Dat heeft geen nut meer. We moeten echt radicaal anders durven denken. Jongeren durven bestaande systemen meer in vraag te stellen en dat horen en zien we ook op dit debat. Ja, net zoals de meeste mensen die komen luisteren zijn, heb ik goede argumenten voor en goede argumenten tegen gehoord. Ja, een vriend van mij introduceerde het 1 jaar of 2 geleden en ik was meteen tegen. Want ik dacht, ja, dat is zo'n typisch linkse utopie. Weet je, daar kan geen realistisch mens voor zijn. Maar ondertussen heb ik daar zoveel over gelezen, ik ben van gedachten veranderd. Ik zie een jonge generatie mensen en een jonge generatie zal de volgende jaren zijn stem moeten verheffen. Een jonge generatie mensen heel anders nadenken over arbeid, over samenleving. Neem mij maar als voorbeeld. Ik was werkloos, ik heb gestudeerd, werkloos, diploma, nog steeds werkloos, opleiding gevolgd, behaald, nog steeds werkloos, betalend opleiding gevolgd, nog steeds werkloos. Als iemand anders in mijn plaats was, ik zou zeggen, niet doen, gewoon slapen. Jongeren denken ook niet zoals de vorige generatie. Voor hen is de wereld iets nieuws, ze zijn dat aan het ontdekken. Ze zijn, ik denk dat de jongeren ook veel meer ervan uitgaan dat er welvaart is. Ik vind het wel goed dat er eens nagedacht wordt over ja, gewoon de sociale rechten van een mens. En heden ten dagen wordt er vooral op de plichten gewezen. Heden ten dagen wordt er vooral nagedacht over activeren. En inderdaad, je hebt de plicht om bij te dragen, maar je hebt ook het recht om iets te krijgen. En het basisinkomen benadrukt dat recht en dat vind ik mooi. Dan wil ik u de vraag stellen wat u gaat doen met het systeem van basisinkomen, waarin iemand bijvoorbeeld op een ogenblik dat hij diep in de put zit, hij gaat eens een avondje gokken en verliest alles. Rugzakje leeg. Wat doe je met zo iemand? U heeft uw kans gehad, pech gehad, ga nu maar in de goot creperen, of wat? A universal scheme means that I know you're receiving it, you know I'm receiving it. It means I can say to you, listen, you've got your basic income, try and make something out of it. And you can say the same to me. When you talk to the people of Ochivero, they will tell you, we feel like one family. They told us before that no one was caring for anyone. Even if there was a fight at the house close to you, you never wouldn't go and inquire. But now we have grown into one family. Het basisinkomen versterkt dus het communitygevoel. Maar wat met inflatie? Als gezonde, consumerende Belgen willen wij toch ook wel weten of ons brood niet plots 3 keer zo duur zal worden. It actually has a potentially lowering effect on prices. If you provide a basic income and if that leads to more demand for local food or local services, guess what happens? They materialize. Because people have greater incentive to increase the supply of those items. That money circulate and improve the economy of the country, in fact. And for that matter, the economy of the so-called rural areas. So you actually help strengthen the local economy, improve job creation,
And those tend to be import substituting. The money will not disappear. The money are not like diamond, which is being exported out of the country. It's here. It leads to more money being generated because production goes up and tax income goes up, etc., etc. So you can actually find that using a basic income has a growth potential. I don't think we need any more pilots to prove what can be done with it. Ochivero is basically like a window how Namibia could develop, what could be done. Yes, Namibia can be that example. If the leadership just take the courage and the political will, Namibia can become that country in the world. Suddenly, people are saying, well, actually, for many years we thought it would be impossible to have a basic income in Africa. We have made our calculations as big coalition, and we have found that it is feasible to implement a big nationally. And the route? You route for me the route, ne? En voor België. Is het betaalbaar in België? Het is niet betaalbaar. Bullshit. Er is genoeg welvaart op deze wereld. Iedereen weet ondertussen dat de 85 rijkste mensen op deze planeet evenveel bezitten als de 3,5 miljard armsten. Je kan met een basisinkomen een aantal posten schrappen in je sociale bescherming. Leefloon bijvoorbeeld valt weg. Ik heb de berekening gemaakt. Het is ongeveer een 12, 13 miljard wat je zo kan schrappen. 12, 13 miljard. Je komt er dus niet. En ik daag alle voorstanders van het basisinkomen uit om met een gedetailleerde, gefundeerde berekening te komen van het basisinkomen. Goed, mevrouw Mestrum. Dit zijn Pierre Catelin, Ismaël Daoud en Axel de Brand. Axel en Pierre zijn therapeuten en werken aan een boek over hun model Revenu de Base XXL. Ismaël is ingenieur en werkte in zijn vrije tijd 6 maanden aan een berekeningsmodel. In zijn vrije tijd. Want we hebben voorlopig nog geen basisinkomen om vrije en innoverende burgers te kunnen zijn. Le revenu de base, dans le modèle de Pierre et Axel, était très généreux. Et donc, effectivement, mon premier sentiment s'est dit, mais non, c'est impossible. Mais plutôt que de dire, ok, c'est impossible et puis au revoir, j'étais assez curieux de se dire, on va quand même chiffrer, on va quand même calculer. Donc si la modèle de dotation citoyenne est votée, ça sera pertinent ici. Les députés auront moins de pouvoir sur les citoyens, en fait, s'ils votent ça. Ils vont être très, très courageux. Voilà, nous sommes ici dans la Chambre, hein, au Parlement fédéral de la Belgique. Ils ont voté il y a quelques temps la 6e réforme de l'État, qui organise un transfert de compétences du fédéral vers les régions et les communautés. Mais on a oublié les citoyens. On devait organiser un transfert de compétences de l'État fédéral et des pouvoirs publics vers les citoyens. Et donc, il nous manque en fait une 7e réforme de l'État qui organise tout ça. Dans mon métier, depuis un bon moment, ce que je fais, c'est en quelque sorte d'aider les gens à mettre de l'ordre dans leur vie. Et pour mettre de l'ordre dans leur vie, ce qu'ils me disent souvent, c'est qu'ils ont besoin de plus d'argent et de plus de temps. De becijfering ziet eruit als volgt. In miljarden franken. 187 miljarden euro's hebben we nodig voor een basisinkomen van 1500 euro voor elke volwassene levenslang. Ook voor elk kind 200 euro en voor iedereen alle mogelijke persoonlijke verzekeringen betaald door de overheid. Wij hebben het nagerekend en de cijfers blijken te kloppen. Maar is dit allemaal niet een beetje te genereus? Moi, j'ai un peu peur qu'en ayant des sommes moins importantes, voilà, on passe à côté de tout le potentiel du revenu de base, qui est justement de gagner cette liberté. Il y a tout d'abord les dépenses de l'État qui sont évitées par la dotation citoyenne, parce qu'il y a un effet de remplacement, un effet de substitution. L'État n'a plus besoin de dépenser 41 milliards pour payer les pensions, parce que la dotation citoyenne, le revenu de base,
est une sorte de pension. Et donc, il y a d'autres dépenses qui sont évitées, comme le chômage. Ben, il n'y a plus de chômage. Dans le système de la dotation citoyenne, il n'y a plus de chômage, vu qu'on a, qu'on travaille ou pas, 1500 euros par mois. Een hele rist zaken zoals uitkeringen en pensioenen kunnen vervangen worden, waarmee we zo'n 71 miljard besparen. Maar we moeten nog op zoek naar 116,7 miljard. Door een stevige rationalisering van het overheidsapparaat vindt Ismaël nog eens ruim 25 miljard. Le troisième volet, qui est le financement par des recettes supplémentaires, c'est vraiment un tax shift, comme on l'appelle. On va puiser là où les personnes sont très peu taxées. Le capital, par exemple, est taxé en moyenne à 6% en Belgique. Le travail est, lui, taxé à 43% en moyenne en Belgique. Donc, on voit qu'il y a vraiment un gros écart. Et donc, l'idée, c'est de ramener l'argent des revenus du capital, que ce soit mobilier ou immobilier, vers les travailleurs. Et ainsi, on peut monter la taxe sur le capital, mais on diminue, du coup, la taxe sur les travailleurs. Et on arrive à un système qui est plus équilibré, où les gens ne vont pas aller en rue faire la manifestation parce qu'ils estiment qu'ils ont assez contribué. Pour nous, ça redevient une contribution dans le sens noble du terme. On contribue à la bonne marche de la société. Actuellement, les gens, quand ils entendent contribution, c'est ça y est, on va se faire arnaquer de nouveau. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. Et donc, il y aura un TVA différencié, plus cher pour les produits de luxe et moins cher sur les produits de première nécessité. Mais en moyenne, on aurait un revenu TVA de 25%, ce qui permettrait d'avoir des revenus supplémentaires de 16 milliards d'euros. Door een gemiddelde verhoging van de BTW naar 25% en andere shifts in taxen en lasten komen we aan 95,4 miljard. Zo komen we uit bij een positief saldo. Dit model levert een winst van meer dan 4 miljard op voor de overheid. Dat koopkracht kan stijgen zien we in Namibië. Maar een exacte projectie van koopkracht is met dit statisch model niet mogelijk. Maar deze mensen houden ook rekening met de blijvende inkomsten en kosten van de overheid. De prijs voor de lancering van het basisinkomen is 0 euro, mits het privatiseren van enkele overheidsbedrijven. Beste Pierre, Ismaël en Axel, zijn jullie echt zeker van dit model? Oui. On fait des économies de facto, sans qu'il y ait un plus mauvais service pour les citoyens. Non, c'est parce que le système est plus simple. C'est comme si on fait table rase, tabula rasa, du fonctionnement, et on se dit. On n'a aucun a priori politique, aucun idéologie. Nogmaals, waarom zou je het doen? Waarom zou je aan rijke mensen een basisinkomen geven? Dat iemand met dat simpele gegeven is uitlegd. Grundeinkommen ist für alle. Also das ist ja entscheidend. Manche Menschen merken gar nicht, dass sie gerne die Reichen ausgrenzen. Das ist aber auch ein Ausgrenzen von Menschen. Grundeinkommen ist für alle, weil es gar nicht ausgrenzt. Es ist kein Klassenkampf. Es ist eben der Mensch gemeint. Das Problem ist auch geregelt. Politicians are afraid that if you empower people too much, that they stand up and demand things and that they become, well, empowered citizens. And I think politicians are afraid of that, because in Otjivero you could see this empowerment process. That people can tell their own stories. They even demanded the president to come out and say, well, if you still have doubts about the basic income grant, why don't you then come to Otjivero and discuss with us? Dass in der Politik nicht darüber gesprochen wird, ist eigentlich nicht so. Ich weiß, dass viele Politiker in Deutschland, in der Schweiz oder in Kanada zum Beispiel, sie sprechen schon darüber. Es ist auch sehr nah daran, dass es politisches Programm wird. Ein von den Problemen mit dem Basisinkommen ist, dass du binnen elke Partei, praktisch binnen elke Partei, sowohl Vorstanders als Tegenstanders und soms sehr emotionele Vorstanders und Tegenstanders findest. Und das macht es natürlich schwieriger, um voran zu gehen, weil es schwierig ist für eine Partei, um genug Einheit zu finden binnen der Partei. Om dat idee te verdedigen. Voor mij bewijst dat ook dat dat een thema is van de toekomst en niet van het verleden. Want die links-rechtspolarisatie is een illusie. Komt voort uit ons parlementair democratisch systeem dat van de 19e eeuw dateert. De enige Belgische partij met het basisinkomen als duidelijk speerpunt in hun programma is de Piratenpartij. Basisinkomen nu is hun boodschap. Er wordt niet gediscussieerd over
een ander economisch paradigma of een andere manier om de welvaartsstaat op te bouwen. Omdat iedereen vastzit in dit hebben we nu en we durven daar niet meer buiten. Want we moeten onze kiezers aan ons binden en tevreden houden en die geloven daar niet in. En elke nieuwe partij, zeker als die een is met, die er eigenlijk, met frisse en goede ideeën, die zijn nog gevaarlijker dan als het een idioot is die daar wat zever komt vertellen natuurlijk. En wij waren een heel gevaarlijke partij in die zin, omdat we wel degelijk een sterk imago hadden, we dat goed voorbereid en zo. Du Châtelet kwam eind jaren 90 ook met een duidelijk voorstel voor basisinkomen met zijn partij Vivant. We hebben ook veel stemmen gehad tussen eigenlijk. We hadden één stem op 40 toch in 1999 voor een partij die nauwelijks op televisie is geweest. Hè. Dus dat is enorm. En zodra we dan na die verkiezingen, dan heeft de politiek hier in België onmiddellijk de kiesdrempel ingevoerd om zeker te zijn dat we de volgende keer er toch niet zouden geraken. Extremely urgent that we need a new progressive politics of redistribution and a new system of income distribution in which people have a right to basic security to exist as a human being in modern society. If the basic income is not part of that progressive strategy, then I think we are entitled to be very alarmed about what's happening. And daarom is die utopie en die droom belangrijk om mensen hoop te geven en om mensen de boodschap te geven dat het is niet fout om optimistisch en hoopvol te zijn. Indignez-vous, engagez-vous, zegt Hessel. En daar ben ik het erg mee eens. Denk na over uw bestaan en uw wereld en uw job en uw leven en probeer van daaruit iets te betekenen in de wereld. En wacht niet tot een of andere grote leider van bovenaf zegt van zo moet het. If we allow our societies to become more and more unequal and more prone to insecurity for masses of people, then it will be scary. Een maatschappij met minder onzekere en boze mensen zou een basisinkomen daar echt voor kunnen zorgen. Het basisinkomen roept ook veel nieuwe vragen op. Want wat doen we met immigratie als je enkel in België een basisinkomen hebt? Zou de invoering niet meteen op Europees vlak of zelfs wereldwijd onderzocht moeten worden? Of spreken we dan pas over een echte utopie? Ja, ik zal u zeggen, het is niet denkbaar van het niet te doen. Het is niet denkbaar van het niet te doen, omdat ik heb gezegd dat met 8% van de mensen produceren we eigenlijk alles wat er nodig is. En die 92% anderen dan, hè? Moet je daar per se werk voor gaan uitvinden in een administratie of wat weet ik veel, hè? Om ze geld te geven. Nee, geef gewoon geld aan iedereen. People are scared of the basic income grant because it does not stop of giving 100 Namibian dollars to Namibians, poor Namibians, but it touches many, many questions. The thing is that when any new idea or any idea that confronting old problems comes up, the biggest challenge for people is to open their minds. Not my job, it's my life.
Geef toe, stof om over na te praten tijdens een van de familiedinees die u te wachten staan. Als u extra argumenten zoekt, op onze Facebookpagina vindt u nog meer informatie over het berekeningsmodel van Ismaël, Pierre en Axel. En voor wie dat basisinkomen een belachelijk idee vindt, nog dit stemrecht voor vrouwen was dat ook in een niet zo ver verleden. Rest me nog u een menselijk warm jaareinde toe te wensen en een nieuw jaar met enkel aangename verrassingen. Ik zie u graag terug voor een nieuwe panorama op donderdag 8 januari. Bedankt voor het kijken.